Oké, welkom bij Crisis Koken met Bert, deel 2. En vandaag gaat het over witlof. Terwijl jullie even naar de beelden kunnen kijken, die hebben geleid tot de aankoop van allerlei ingrediënten. Even het volgende, want wat was het nieuws vorige week? Het grote nieuws was dat jongeren witlof niet lekker vinden. Nou, geloof ik zelf ook, hier heb ik er een in mijn handen. Dat je wel erg sadomasochistisch moet zijn om dit product gewoon te eten. Heel veel mensen doen dat door te koken. Die doen er wat ham overheen en wat kaas en vervolgens in de oven. En dat is een versie, die zie je nog heel veel. Maar om er toch nog iets van te maken, om het een beetje eetbaar te maken. En om ook die jeugd weer al die witlof te laten koken. In plaats van briezers zouden ze alleen maar witlof moeten koken natuurlijk. Arme tuinders. Dat is om het rauw te eten. En dat kan in allerlei versies. Heel veel mensen eten dat al natuurlijk. Je kan dat met fruit doen. Een appeltje, een mandarijntje erdoorheen. Maar je kunt er ook wat pittiger maken door bijvoorbeeld uitje erdoor te doen. Kijk. Nou, daar liggen ze dan, op de knollen. Wat ik al zei, een uitje, een augurk. Maar je kunt het ook wat meer tropisch maken. En dat is met banaan en curry en slasaus. En dat is de versie waar jullie vandaag kennis mee gaan maken. Sommige mensen kennen hem natuurlijk al. Waarschijnlijk uit mijn keuken. Kijk, daar heb je die curry nog. Een blik in de koelkast. Kijk, spruitjes. Ja, daar zijn ze. De oorspronkelijke spruitjes. Maar dan gaat het hier niet om. Het gaat over witlof. Hup. Nou, terwijl we dat eventjes op de broodplank pleuren, maak kennis met banaan, witlof, slasaus, heel belangrijk. Nou, dat is het eigenlijk. Vlees heb ik een burgertje voor gekozen, een runderburger. Nee, je snijdt het allemaal heel fijn. Maar dit gerecht is op zijn lekkerst, vind ik, en een aantal met mij, door het te serveren met kippenlevertjes. Kippenlevertjes, vraag je? Ja. Kippenlevertjes. Maar dat valt niet mee. In de supermarkt waar ik zojuist was, plofkip. Een linkerbeen, een rechterbeen, een borststuk. Maar geen levertjes. En van een plofkip, zo'n arme kip, die in een paar weken tijd is groot gespoten met hormonen enzovoorts, wil ik geen lever. Want waar gaan alle gifstoffen van een lichaam juist in zitten? Precies, in de lever. Dus wil je kippenlevertjes kopen, ga dan naar de poelier. En daar was ik toevallig niet in de buurt. Nou, de witlof is fijn gesneden. Zo wil ik dat. Snij even een bittere kontje eraf. Hup. Nou ja, het is naarmate je moet koken voor de groep natuurlijk. Kijk, daar liggen de burgertjes. Waarschijnlijk gaat er zometeen nog wel een stukje witlof achteraan. We gaan eens even kijken. En intussen, ja, we doen alles een beetje tegelijk. Wel eventjes de burgertjes bakken, want dit is een gerecht dat is zo klaar. Hup, nog een beetje witlof erbij. Want als je eters krijgt, dan heb je dat allemaal hard nodig. Oké, en dan, kijk, hier gaat de banaan in stukjes. Dus dit is een heel belangrijk ingrediënt van dit gerecht. En neem dit niet te licht op. Je moet ze in kleine stukjes snijden. De banaan moet wel een beetje gerijpt zijn voor het effect. Denk opnieuw om je vingers. Want je hebt er maar 5 aan je linkerhand. Hup, de banaan erdoor. Waarschijnlijk gaat er nog wel een banaantje door. En kijk, ja, hier komt het belangrijke werk. Eventjes goed mixen. En dan gaat er zo meteen wat slasaus bovenop. En denk erom, doe er niet te veel slasaus op, want het moet geen baggerput worden. Dit is gewoon een hele frisse salade die eigenlijk het lekkerste is in de zomer. Maar het is nu geen zomer, hoewel de zon ongelooflijk schijnt op mijn raam. En dan, de big trick, dat is curry. Kijk, en daar gaat hij. Doe niet te zuinig. Dit is een vrij pittig gerecht. Die curry die kleurt het geel op. Maar wat hij nog meer doet is natuurlijk die typische curry smaak. En dat in combinatie met die banaan en een beetje slasaus. Nou, daar kan natuurlijk geen 4-sterren restaurant tegenop. Ze mochten willen dat ze dit soort gerechten op hun menukaart hadden. Maar dat hebben ze natuurlijk niet. Dit is waar het om draait. Dus in de mix. Witlof, banaan,
curry en slasaus. Intussen even de burgertjes. Dit is het vervangvlees dus voor de kippenlevertjes. Die eigenlijk nog veel beter op zijn plaats zouden zijn. En ik heb Parijse aardappeltjes in een ander pannetje. Dat zie je zo meteen. Kijk, er moet gewoon nog wat meer curry bij, want het mag best pittig. Ja, die burgers zijn eigenlijk zo klaar. Dat is een makkie. Kijk, Parijse aardappeltjes. Nog beter is, maar ik had er gewoon even geen tijd voor vandaag, is om ze lekker te bakken. Maar goed, dit uiteindelijk levert een geweldig plaatje op. Moet je eens kijken. Ik bedoel, dit is nog geen half uur koken en het ligt klaar. En het smaakt fantastisch. Eet smakelijk.